de bouwplaats is veiligheid het allerbelangrijkst. Elke ochtend maak ik een rondje over de bouw om te zorgen dat alles goed loopt. Dan vraag ik één op één aan de jongens of er nog bijzonderheden zijn of problemen waar ze tegenaan lopen. In ons werk is veiligheid key. Midden op zee zijn wij op elkaar aangewezen en hulp is vaak dagen bij ons vandaan. We hebben hier te maken met werkzaamheden waar je op grote hoogtes werkt of zwaar werk doet, uitvoert. Veiligheid moet daarom in de basis goed geregeld zijn. Zo moet ik bijvoorbeeld vaak voor op de boegspriet zijn of hoog in de mast. Die handelingen moeten routine zijn en dat bouw je op door het vaak te oefenen en gewoon te doen. Oceaanzeilen is dan ook niet zonder risico. In de chaos van een situatie of door vermoeidheid is het belangrijk dat wij heel goed hebben geoefend wat wij in specifieke situaties moeten doen. Hiervoor hebben wij veiligheidsprotocollen en we trainen ook op veiligheid. Veiligheid begint met zorgen dat de bouwplaats netjes is en dat de mensen over het juiste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken. Maar ook een stukje eigen verantwoording speelt hierin mee. Onze mensen weten dat veiligheid altijd nummer 1 is. Als ze ergens over twijfelen, kunnen ze altijd bij mij terecht en kunnen we meteen een oplossing hiervoor zoeken. Communicatie is daarin erg belangrijk om de veiligheid te waarborgen. De juiste tools en het materiaal kunnen vertrouwen is erg belangrijk. En boven alles moet je kunnen vertrouwen op je teamleden. Hierin zijn training, duidelijke afspraken, teamcultuur en open communicatie leidend. Zo kunnen we onder de meest extreme situaties werken en zeilen op een veilige manier.